Morning Boost nummer 7 of 6. Dat weten we niet meer precies. Doei! Doei! Dan ben je naar school. Zo zoek ik dus altijd waar ik nou heen moet. Want anders heb ik echt geen idee. Nou, de Eccentrix Bar Workout die ga ik doen bij Move West. En dit is een pop-up studio. Dat betekent dus, zoals Danielle mij vertelde toen ik binnenkwam, dat dit een tijdelijke plek is waar ze gebruik van maken. En het is tot september nog hier. Maar daardoor is het juist super mooi. Wauw, wat een grote ruimte zeg. Nou, bij de aanvang van de les begint Danielle de Wild, de lerares, ook nog wat te vertellen over de les. En ik moet zeggen dat ik het echt heel inspirerend vind wat ze vertelt. Ze heeft er echt verstand van en dat zie je ook wel aan haar lichaam. Ze ziet er gewoon echt getraind uit. Super mooi. Nou, de hartslagmeter ook weer omgehad en 496 calorieën verbrand in 1 uur tijd. Nou, zeg wel 500 dus. Supergoed. Wel ja. Hè? Oké, half uurtje te laat. Snel rennen, rennen, rennen. Maar ik ben er en ik heb eindelijk een parkeerplek gevonden. Oh. Kortje, kosting. Meestal zijn die kastingen allemaal lekker snel. Dus gewoon even jezelf voorstellen en laten zien hoe je bent. Hoe je uitstraling is natuurlijk. Morning Boost. Morning Boost thee. Maar dat is niet genoeg, hè? Dus snel naar huis, lekker eten. We gaan nu eventjes een eitje eten. En in de tussentijd dat wij lekker een eitje gaan eten, neem ik jullie mee in een ander verhaal over onze bestelling van Body & Fit van dinsdag. Van dinsdag. Dus veel kijkplezier. Doei! Nou, Pizza Fit Body. Creatine. 15% meer kracht. Beetje vocht vasthouden. Maar goed, je kan je spieren meer belasten, waardoor je meer resultaat haalt als je genoeg eiwit achteraf neemt. Amino X. Dit is eigenlijk het eindproduct van eiwitten, maar dan is het alvast omgezet mineralen. Kalk, magnesium, zink. Burn cuts, dit is om wat droger te worden. Face 8. Dit is 8 uur lang eiwitten. Dat zijn waarschijnlijk caseïne eiwitten. Die worden 8 uur lang aan je lichaam afgegeven in plaats van normaal 30 gram per 3 uur. Dus voordat je gaat slapen neem je die. Kokosolie om in te bakken. De enige verzadigde vetten die werken als onverzadigde vetten. De eigenschappen hebben van onverzadigde vetten, dus is goed. De beste eiwitten die ik ooit genomen heb. Isolaat is een van de snelste eiwitten. Om opgenomen te worden in je lichaam. Hydroxylaat is nog wat aangepast dat het nog sneller opgenomen wordt, dus die neem je direct na het sport. Want dan heb je ze het hardst nodig. Dit is jouw favoriet. Oh, die is zo lekker. Synthesis. Lijkt op jou. Dit is eigenlijk een blend, een mix van allemaal verschillende eiwitten. En dit is ongeveer hetzelfde als dit, alleen dit was weer een andere aanbieding. Vandaar dat ik die heb genomen. Het gaat toch op. En dan hebben we dit. Zo, van Body & Fit zelf. Mistler Casein Perfection. Dit is puur hele trage en hele dikke eiwit.
Dat zijn die krijg bijna niet weg. Maar dat is echt time-released eiwit. Dus dat duurt ook 8 uur of zo voordat het helemaal opgenomen is. Of het wordt over 8 uur uitgespeerd. Zodat je s'nachts je hele eiwitboel vult. Nou, dit is jouw extra potje, schat. Ja, want dan hoef ik me niet schuldig te voelen over dat ik die van jou opmaak. En nog wat extra kokos, dus allemaal in de aanbieding natuurlijk. Wat dat betreft Hollanders. Dit is ook weer om droger te worden. Arnold. Nou, dat is allemaal voor Superfood jou. Superfood oil, heb ik niet besteld. Maar goed. Oké. Okay. Dat de extra gaf. En een nieuw type beker. Die ziet er wel fancy uit. Hier kan je tenminste echt op aflezen. Mooi, dan kan ik hem ook gebruiken voor koken. Daar kon ik het dus niet meer op zien. Dit. Dankjewel voor deze uitleg. Ja, zeer graag gedaan. Dat was de uitleg van mijn lieve vriend. Want die weet er veel van en die gebruikt het ook meer dan ik. En welkom weer terug op deze vlog vrijdag. We gaan weer verder. Terwijl ik deze vlog aan het opnemen ben van deze dag, ben ik al begonnen met het bewerken van de vlog. Dus de helft van de dag zit al in mijn computer. En die ben ik nu aan het werken. Ik werk met Final Cut Pro. En omdat ik nu even nog een uurtje de tijd heb voordat ik Jola weer moet ophalen van school, dacht ik, ik ga vast even alles erin stoppen. Dan kan ik vanavond het filmpje afmaken en dan heb ik morgen weer tijd extra over voor het leren. Want ik ben nog steeds aan het leren voor mijn examen maandag en dinsdag voor het vlieger. En morgen heb ik ook nog een boeking voor DSX waar ik eigenlijk ook best wel druk mee ben morgen. Ik ga weer verder. Doei! Zo. Hoi! Wil niet een zwemles? Oh, liefie! Ik wil helemaal niet een zwemles! Jola, ben je er nog? Wat lief dat ze jou zulke tips geven, toch? Wat zeg je dan? Wil. Vind je kant je ogen? Kijken. Hoi! Doei, doei! Lekker goed samen! Wil je weten hoe je chocomel maakt? Omi en ik, mijn oma, die hebben iets ontdekt. En hoe we chocomel maken, dat is heel interessant. Dan doe je melk en nog hagelslag erbij. Want wij gaan ook nog McDonald's eten. Ja, en dat is ook heel slecht. Ja, maar we doen het. Maar we doen het omdat we eigenlijk altijd, bijna altijd, enige gezonde dingen. Yep. Mm-hmm. Dus we doen het een keertje. Amandelen zijn Nou, hallo. Daar zijn we dan. Nou, we zijn bij McDonald's en we gaan lekker eten. Het wordt heel gezellig. Jola is helemaal blij, hè? En we hebben ons chocomelletje op. Prachtig. Hij is mooi, hè? Ja. Oh, lekker. Dit is hè? Tot de volgende keer! Tot de volgende keer! Met Lisa, Longmas en Jola!